ga zo even eraan spelen. Dat ben ik vergeten. Zit die Leidse prinsen. Thank you.
even had een tijdje hier en daar op. Ich habe
Entende prensa di sette gatte l'elio. Sitte i Ledigheiser. Wall in the Geiser, staat een lady passeren. Thank you.
Die Lelekeizers. Zit de Keizer Brouwer. Brouwer voor Nederland. Die Brouwer ademen naar buiten.
Thank you.
kalaa. Ja nyt saa. Näitä saakin jäi ajan päältä, saa niin ei koutuksessa enää reikin. Tämä ei käsi ole muuta. Thank you.
Nee, ik vaar nu nog van nu om 7 uur. Ja? Dan om 9 uur heb ik hier de bus. Ja, sorry. Ik heb niet zo'n gids. Dat is dan waarschijnlijk wat je hier komt doen als je hier als gids gaat werken. Dus de aanrader is om gewoon met 10 uur te werken. En dan eigenlijk ook meerdere keren, meerdere gidsen worden. Dat vind je wel, wat dan vind je vertellen. Sommigen vertellen alleen maar onzin, sommigen zijn heel zakelijk. Sommigen veel grapjes, maar dat voelt om een beetje van alles op te pakken. En dan varen we ook in een bepaalde route, niet deze. Kijk, nu pik je wat af van die... Nee, dat is niet wat ik zeg. Ja, want die is allemaal wat nu. Daar hebben we ook een open mee. Dus het beste is om, die evenings zijn 8, 9, 10. Dus het is goed om te kijken welke gidsen er zijn en wat ze vertellen. Ik denk van alles op. Ik heb een drukje wel in je op de kantje, maar ik zie het allemaal hetzelfde. Nou, elke keer wel. Kijk, de evenings hebben een gids. Dan vertellen de schippers wel eens wat dan. Dan zetten we het systeem even aan wel eens. Mijn vader zoals we hebben. Ja. Is dat twee? Maar hier moeten ze aan vragen. Thank you.
Thank you.
te giusto. Certo. Torbeck erik in bocht. Камсон Израиль. Я знаю, что я.
Van de heer de lights op. Thank you.
fanno il bacco sai. Klaus Kaiser. Thank you.
City American Paradiso. Dames en heren, we naderen het einde van deze rondvaart. We hopen dat u genoten heeft van deze tocht en een goede indruk heeft gekregen van deze prachtige oude stad. Indien u tevreden bent over de kapitein en u wilt uw tevredenheid tonen, dan heeft de kapitein daarvoor bij de uitgang op zijn dashboard een houten kring. Bij voorbaat hartelijk dank. Wij wensen u een prettige verblijf verder in Amsterdam en wij zeggen graag tot ziens. Ladies and gentlemen, we are nearing the end of this tour of the canals. We hope that you have enjoyed this trip and that you have gotten a good impression of this beautiful old city. If you are satisfied about the captain and you wish to show your satisfaction, the captain has a wooden shoe on his dashboard at the exit. Thank you in advance. We wish you a pleasant stay here in Amsterdam and we hope to see you again. Dames en heren, we nähern uns dem Ende der Rundfahrt und hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Falls Sie Ihre Zufriedenheit zeigen möchten, hat der Kapitän vorne einen wunderschönen Schuh. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Aufenthalt. Mesdames et Messieurs, nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre promenade. Nous espérons que vous avez obtenu une bonne impression de cette ville merveilleuse. Si vous êtes content du capitaine et si vous voulez montrer votre satisfaction, vous pouvez le faire dans le sabot sous le tableau de bord. Le capitaine vous remercie par avance. Nous vous souhaitons un agréable séjour à Amsterdam et nous disons volontiers à la prochaine fois. Señores y señoras, estamos al fin de nuestro paseo. Esperamos que les haya gustado este paseo y que tienen buenas impresiones de nuestra ciudad. Si son contentos del capitán y si quieren mostrarlo, tienen un espejo holandés a la salida. Les agradecemos su atención y les deseamos buena estancia en Amsterdam. Siempre decimos a la próxima vez. Дамы и господа, мы подходим к концу нашего путешествия по каналу. Мы надеемся, что вам оно понравилось и что вы составили хорошее впечатление об этом прекрасном старом городе. Если вы остались довольны капитаном, и хотите выказать ваше удовлетворение, капитан имеет деревянный башмак на палубе. Заранее спасибо. Мы желаем вам приятного времяпровождения в Амстердаме и до встречи.